Meneer Pechtold die wilde dat de provincies meer geld gaan uitgeven. Waaraan gaat u dat geld uitgeven? Nou, dat veronderstelt dat datgene wat hij gezegd heeft, dat klopt. En dat doet het niet. Wij hebben een aantal jaren geleden ons energiebedrijf verkocht. Wij hadden aandelen Nuon. En toen wij het geld daarvoor binnenkregen, hebben we dat allemaal al bestemd. Dus ten eerste zijn we al heel lang bezig met datgene wat meneer Pechtold aan ons vraagt. Maar ten tweede vraagt hij ook iets van ons wat niet kan, omdat hij zelf voor een wet heeft gestemd die dat belemmert. Wat voor wet is dat dan? Dat is de wet houdbare overheidsfinanciën en die heeft ermee te maken dat wij eigenlijk niet veel meer geld mogen uitgeven per jaar dan we binnenkrijgen. Omdat minister Dijsselbloem anders problemen krijgt met het EMU-saldo in Brussel. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het betekent dat we niet per jaar al te veel uit die reserves mogen halen, omdat we anders een boete krijgen. In het AD las ik dat er toch wel 965 miljoen in de kas zit bij de provincie Noord-Holland. Klopt dat? Het zijn twee verschillende dingen en dat is heel erg ingewikkeld, want het is boekhoudkunde. Wat we in de kas hebben, is niet per se wat we over hebben. Het werkt net als de portemonnee thuis. U kunt misschien 1000 euro op de bank hebben staan, maar als u diezelfde maand ook de hypotheek nog moet betalen, kunt u die 1000 euro niet uitgeven. Datgene wat u wel uit kunt geven, dat staat in de regel op uw spaarrekening. En op onze spaarrekening hebben wij ook wat geld. Dat is minder dan wat u zegt. En dat kunnen we wel uitgeven en dat doen we ook. Maar dat mogen we dus maar stukje bij beetje. Dat is wel opvallend dat de dag nadat Pechtold zijn uitspraken had gedaan, er een persbericht kwam over dat de provincie Noord-Holland iets moois doet voor het Markermeer met de dijken en dergelijke. Ja, dat is een van de voorbeelden waar wij mee bezig zijn. Dat wordt overigens dan weer voor een gedeelte uit diezelfde reserves betaald waar meneer Pechtold het over heeft. En ja, dat doen wij dus al heel lang. Maar goed, onder de Haagse kaastop weet men blijkbaar niet altijd wat zich in de provincie afspeelt. Jammer, want ik had een verlanglijstje uit Amstelveen meegenomen. Een ondertunneling van de A9 bijvoorbeeld. Ja, ik vrees dat u dan toch eerst bij de gemeente Amstelveen aan de bel moet trekken. Wij hadden destijds die ondertunneling graag gewild. Maar de gemeente Amstelveen heeft gezegd dat zij niet in de gelegenheid zijn om het geld wat ze daarvoor bedacht hadden, om dat er ook daadwerkelijk aan uit te geven. En dat betekent dat er nu voor een andere oplossing is gekozen. En ook daar gaan wij als provincies dan weer niet over. Dat is ook echt aan de gemeente om dat zelf te beslissen.